Weet je wat hij zei? Komt een konijn met een bakker? Ja, ik weet het niet uit. Heb je ook worteltjes staart? Nee, zegt de bakker. Oh, jammer. Komt hij vandaag? Hé, bakker, heb je misschien vandaag worteltjes staart? Zegt de bakker, nee, heb ik niet. Ah, jammer. Maar die bakker, weet je, dat gaat zo een week zo door. En die bakker die denkt gewoon van, ja, weet je wat? Als hij toch elke week komt, zou ik gewoon worteltjes staart maken. Weet je wel, gewoon sociaal. Meer was het niet. Dus dat kut konijn komt nog een keer bij die bakker. Met zijn kop. Zeg tegen die hele aardige bakker, waar ik echt sympathie voor heb. Meneer, heeft die worteltjestaart? Niet eens alsjeblieft. Zegt die bakker, nou, uit de grond van zijn hart, ja man, dat heb ik. Zegt dat kut konijn. Vies hè? Nou, daar kan ik dus niet tegen. Daar kan ik echt niet tegen. Kun jij dat tegen? Hey, kun jij dat tegen? Michiel! Slaap man, laat me rust. Ga weg. Hij mag een keer slaap achter het stuur. Ja. Jongen, jongen. Een lange dag gehad. Maar geen slaaprijder. Ik ben geen slaaprijder. Hou om het kwartier 2 uur pauze. Denk je uit voor de Witte Waas? Nee, de Witte Waas ligt daar. Oh. Is er nog een Witte Waas? Heb jij een biertje voor? Nee, alleen de open. Ik heb nog wel cola in mijn tas, maar dat is tyfus warm denk ik niet. Oh, en een broodje met bacon en ei en curry ding. Maar dat van het tankstation. Gozer, ja, die zit nu echt te broeien in mijn tas. Ik durf hem ook niet open te doen. Was dat wat ik net hoorde kloppen op de... Zou best kunnen. Ja, zou best kunnen. Ja. Hoe is het? Moe. Waarvan? Je hebt niks gedaan. Elke keer als wij in een vet ding gingen, durfde je niet, ging je ernaast zitten. Ik moet wel van wachten. Ja. Ah, wel in de piranha toch? Was je nat? Ik ben altijd kleddernat. Was je kleddernat? Kleddernat. Oh, ik ook. Maar Rick, ja, weet je, uiteindelijk had je het ook kunnen weten als je in dat stoeltje gaat zitten. Precies. Ja. Ik dacht, waarom staat dat rode kruis er nou op, maar... Ja. Hij vroeg me af om hier in dat stoeltje open liet. Ja, toen ging ik er dus op zitten. Hij was al nat ook, dus je gaat zitten en het is gelijk, weet je wel, dat kan me de hele dag verzieken. Dat je gedoucht hebt, schone sok aan en dan toch iets nats gaat staan in de badkamer. Ken je dat? Nee, dat je zo, dan is je sok nat, ken je dat? Nee, ik kan douchen. Kan me de hele dag verzieken. Nou, dat had ik dus ook. Ja, dat snap ik, maar daarna kleed je je aan. Ja, en dan ligt er nog zo'n dingetje nat. Nee? Nee? Met het habitatus. Maar zijn natuurlijke habitat. Ik heb gewoon een hele goede douche, heb ik geen last van. Nee? Nee, dat gebeurt mij niet. Oh. Hier zie je een jagersinstinct. Leuk. De telefoon liefde voor de goudvissen. Let je wel op de weg? Dat is misschien een potentieel risico als ik of naar voren kijk of naar rechts kijk. Zijn goudvis Blub heeft een natuurlijke aanleg voor mannen achter het stuur te verseren. Zie ik niet als op de groen staat. Met zijn bruilip en zijn lokroep probeert hij een paringdans uit te voeren om de mannelijke geslacht te verleiden. Ik voel me gewoon weer klesnat op. Wat een onzin! Zou dit raar zijn voor mensen die voor je rijden? Onze dag is hij goudvis. Ja. De nacht verandert hij in een piraat. Staat hij achter de ramen? Hier rolt hij eruit. Los. Als je nu aangehouden wordt, dan ben je binnen een half uur niet weg, hoor, Pietje Brood. Nemo 2. Nemo krijgt autorijles. Ja, laat hem eens zijn middelvinger opsteken. Godver, dat gaat niet. Pas maar op één oogbol, hè. Hey, hoe schakelt die vis? Fucking cool, zijn goud. Kijk, die goudvis gaat op de Audi eruit rijden. Kut. Kijk, die goudvis beuken voor zijn leven. Fok jou, weet je. Fok jou. Hij schakelt met zijn staart. Boeien in de bediening is een stuk moeilijker geworden zo. Ik heb overigens een lange arm.
Hi. Hey, maar Nemo, hoe lang heb jij je rijbewijs al? 1 jaar. Het waren er 2. Het komt even flipper, of niet? Ja, het zijn een beetje bijna 2. Je hebt hem wel heel raar op je zak zitten, trouwens. Ik weet niet... Heel goed opletten waar ik naartoe ga, trouwens. Zal ik anders gewoon even overnemen? Dan ja, kan jij gewoon met Nemo spelen op de bijrijdersstoel. Dus jullie moeten hier nog even door. Ja. Ik was weer bang voor. Nemo, je moet er echt door. Goed zo. Oh, daar heb je McDonald's. Kijk, Nemo, McDonald's. Blup, blup, blup. Wil je een visfilet? Haha! Klootzak. Ik zal even wegbrengen. Kijk, een Audi met een Q-stickertje erop. Het meugt zich een beetje naar een drotte vis. Hé, maar sorry, we stoppen niet in IJmuiden. Ik weet niet... Woon je hier in Katwijk? Nee. Flikker op met dat ding, man. Hij zit de hele tijd te lonken naar Winnie de Poe. Hij wil hem heel graag. Kijk die oogjes van hem. Gozer. Dat geile bekkie van hem, hè? Kijk hem sturen, jongen. Zwaar laid back, weet je. Check die dikke lippen aan. Haast. Ik weet niet, ik vind hem slecht in zijn binnenspiegel kijken. Hij heeft zo'n grote ogen, ik kan achter kijken zonder om te draaien. Hij draait op één dag met zo'n achterzomen. Zet de radio wat harder. Top, man. Niet echt.